deze nieuwe video. Letterlijk de seconde dat ik wilde beginnen met mijn hallo allemaal, begon er gewoon iemand in de tuin ergens hierachter te boren. Dus als je een beetje geboren achter hoort, I'm sorry. Vandaag weer een leuke testvideo. Ik ga een nieuwe collectie van Revolution testen. Ik heb alle make-up gewoon van de Revolution website. Maar ik zag dat een paar dagen geleden Boozy Shop deze collectie ook kreeg. Dus je kunt hem nou ook gewoon kopen bij Boozy Shop. Dat is iets makkelijker omdat je dan gewoon kunt betalen met Ideal. Nou, Revolution is dus uitgekomen met de Jewel Collection. Het is echt een prachtige collectie. Het is glitters, het is diamantachtig. Echt, I love it. Het is echt mijn ding. Ook omdat de feestdagen eraan komen, is zo'n collectie gewoon heel passend. Nou, je hebt de collectie dus in drie kleuren. Je hebt zilver, je hebt rosé en je hebt goud. En je hebt dus drie jelly highlighters, je hebt drie oogschaduwpaletjes en drie lipglosses. En dan heb je dus alles in die drie kleuren. Ik heb gewoon van de lipglossjes eentje gepakt, van de jelly highlighter eentje gepakt en van het oogschaduw eentje gepakt. Ik heb dus van de jelly highlighter heb ik de gouden gepakt, omdat die mij gewoon het mooiste leek, ook met mijn huidskleur. Van de lipgloss heb ik de rose gold gepakt, omdat die mij het mooiste leek. En van het oogschaduwpaletje heb ik ook de rose gold versie gepakt. De zilveren collectie sprak mij gewoon niet echt aan. Zilver is sowieso niet echt een kleur waar ik naar neig. Het is allemaal heel betaalbaar. Deze drie dingen kosten mij samen 30 euro. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de jelly highlighter, want ik heb nog nooit zoiets geprobeerd. Dus laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Okay, laat me even mijn haarband in doen. Oké, ik heb mijn basis make-up al gedaan. Wat heb ik gedaan? Foundation, gecontourd, afgepoederd en mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn wenkbrauwen vandaag een beetje anders gedaan. Valt het op? Ik heb ze iets rechter gemaakt. Normaal doe ik het iets hoekiger. Maar ja, ik weet niet. Vandaag leek mij iets rechter mooier. Laat me weten wat je hiervan vindt. Nou, ik ga dus eerst gewoon beginnen met mijn oogschaduw. Zoals ik al net zei, ik heb hier het Rose Gold paletje. Deze heet Deluxe. En hij is slechts €11,99. De verpakking is dus Rose Gold en zo glanzend. Super mooi. Achter is gewoon zwart. Deze heb ik gekozen omdat de kleuren mij gewoon het meeste aanspraken. Nou, dit zijn dan alle kleuren. Super mooie kleuren. Je hebt matte en glanzende kleurtjes en een hele grote spiegel. Het zijn een beetje bronzy-roze kleurtjes. Nou, ik heb de gehele bovenste rij hier geswatcht. De enige die wat minder swatchte was deze bronzy kleur, de onderste. Maar voor de rest zijn ze allemaal heel erg mooi. Ik vind ze niet echt geweldig swatchen, maar ook niet slecht. Ze swatchen gewoon, ja, vrij normaal. Ik vind de kleuren wel echt heel erg mooi. Nou, en dit is dus de middelste rij geswatcht. Deze zijn echt overduidelijk iets minder heftig. Maar nog wel gewoon heel erg mooi. Ook weer een beetje roze kleurtjes en bronzy kleurtjes. Nou, en dit is dan de onderste rij. Dit is de meest donkere rij. Ook weer mooi gepigmenteerd. En deze rij vind ik iets beter dan de middelste rij. Nou, wat me dus opviel met het paletje alleen te hebben geswatcht, is dat de bovenste rij het meest heftige is. Die is ook het meest heftige in het paletje. En die zijn ook wat groter. Dus ik denk dat dat ook echt zo bewust is gedaan. De middelste rij is vrij normaal. Was niet echt geweldig. En de onderste rij is wat donkerder. En die kwaliteit vond ik wel goed. Dus ja, er is toch wel verschil qua kwaliteit in elke rij. Nou, ik ga gewoon een look ermee maken. Ik pak eerst mijn W7 I Got The Power Eyeshadow Primer om mijn ogen helemaal te gaan primen. En ik breng deze weer aan over mijn hele ooglid en ook helemaal omhoog tot aan mijn wenkbrauw. Dan pak ik eerst deze lichte oranje kleur, die heet DM. En met een fluffy kwast breng ik die aan boven mijn Akaro-oog, dus lekker hoog en van binnen naar buiten. Deze kleur heeft wel een lichte glans er doorheen, dat vind ik wel iets minder, maar ik mis een beetje matte kleuren in dit paletje. Maar ik denk dat het zo ook wel gewoon mooi gaat worden en lukt. Oeh, er komt niet heel veel pigment vanaf. Dan pak ik de lichte oranje kleur boven die kleur. Die heet Stil. En met dezelfde kwast ga ik daar overheen. Deze is iets meer oranje en iets matter. Ook niet helemaal mat weer. Maar ja, we moeten het even doen met wat we hebben. Oh my god, ik word echt helemaal gek van het geboren hier. Oh my god. Ik hoop echt dat je het niet goed gaat horen in de video. Deze kleuren. Eigenlijk zijn de enige twee echte matte kleuren in het paletje deze twee. En meer eigenlijk niet. Ik ga nu deze donkerbruine matte kleur pakken. Die heet All Night. En dan met een platte fluffy kwast ga ik die in de buitenste ooghoek erin drukken. En dan een beetje blenden in mijn Akaro-oog. Maar ik hou hem wel gewoon laag en echt alleen in de buitenste ooghoek. Nou, hier komt wel pigmentatie vanaf. Deze vind ik echt al een stuk beter dan de eerste twee, gelukkig. En ik blijf dit gewoon hier erin blenden totdat hij mooi is ingeblend met de rest van de kleuren. En ik trek hem ook zo een beetje naar buiten toe.
in een soort van driehoekje. Of een V, hoe je het ook wilt noemen. Nou, dit blende echt heel mooi. Die bruine kleur is echt prachtig. Gewoon goed gepigmenteerd. Blendt ook mooi met de andere. Nou, dan pak ik deze prachtige beetje bronzy oranje kleur. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Die heet Confident. En ik heb mijn kwast nat gemaakt met setting spray. Ik ga het aanbrengen vanuit mijn binnenste ooghoek tot ongeveer een kwart van mijn ooglid. Oh my god, er komt echt gelijk heel veel pigmentatie vanaf. Ik denk dat iedereen dit wel kan zien. Wauw, echt heel mooi. Ik ga daar zo meteen nog een andere kleur naast doen. Dus ik wil hem niet te ver over mijn hele ooglid brengen. Oké, wat vind ik van deze kleur? Hij is heel erg gepigmenteerd en hij is super mooi. Dat vind ik zeker positief. Wat ik iets minder vind aan deze kleur is dat hij niet echt meeblendt. Als je hem aanbrengt, blijft hij ook daar plakken en hij beweegt niet echt mee ofzo. Dus dat is wel iets minder, maar voor de rest is hij prachtig. Nou ga ik de kleur ernaast pakken. Dat is deze hele mooie gouden kleur. Die heet Replay. En die breng ik gewoon ernaast aan. Ik heb mijn kwast weer schoongemaakt en net nat gemaakt met MAC Fix Plus. En ook deze kleur is weer super gepigmenteerd. Echt heel erg mooi. Hij matcht ook heel mooi met die bronzy kleur ernaast. I like it. Ik ga een beetje over die andere kleuren om ze in elkaar te laten blenden. En met de andere kant van mijn kwast pak ik dan weer die bronzy kleur om het te laten inblenden met die gouden kleur. En zo ga ik een beetje op en neer met die twee kleuren totdat ze mooi in elkaar zijn geblend. Deze kleuren hebben wel een beetje fallout, maar die kun je er gewoon zo floep vanaf vegen. Dan pak ik weer die kleur, donkerbruine kleur All Night. En dan ga ik het hier samen uitblenden met de andere kleuren. En die bruine kleur trek ik nou ook helemaal naar binnen toe. Om die harde lijnen van de glanzende kleuren een beetje uit te blenden. Waardoor het niet meer zo hard is. En meer, ja, een beetje smoky in elkaar uitgeblend. En die donkerbruine matte kleur breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand. En die glanzende bronzy kleur, die heet Confident, breng ik ook een beetje aan op mijn onderste wimperrand. Nou, dit is dan de oogkleur van iets meer dichtbij. Ik vind hem uiteindelijk best wel mooi geworden. Ik heb er een leuke look mee kunnen maken, maar vond ik het paletje echt geweldig? Niet echt, maar ik vind de kleuren, vooral de glanzende kleuren, heel erg mooi. Ik ga heel even mascara doen, nep wimpers opdoen, bronzen, blush en dan gaan we verder met de jelly highlighter en de lipgloss. Ben ik zo bij jullie terug. Oké, mensen, wat ik toch nog even wil doen, ik ben het toen net vergeten. Ik pak deze lichte glanzende champagne kleur, die heet Finesse. En met een klein kwastje breng ik die aan in mijn binnenste ooghoek. En die kleur breng ik ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Nou, ik heb al gebronst en blush en alles opgedaan, dus ik ben klaar voor de jelly highlighter. Ik heb deze dus van de gouden lijn en deze heet Monumental. En deze is €6,99, ook weer heel erg betaalbaar en hij is echt best wel groot. Je krijgt best wel veel product. Ik wil wel even vertellen dat dit soort highlighters die liquid zijn of zo'n jelly, in principe moeten worden kunnen aangebracht op poeder. Want ik krijg vaak opmerkingen, ja, je moet het niet aanbrengen als je al hebt afgepoederd. Met highlighters is het dus de bedoeling dat dat wel kan. Nou, zo ziet hij er dus uit van binnen. Hij is gewoon echt heel goud. Ik vind het echt zo raar. Oh my god, kijk dit. Ik zal hem een beetje op mijn hand doen. Oh my god, hij is wel echt heel heftig. Al heb ik nou wel veel op mijn vinger gedaan. Wauw, ik hou altijd van heftig, dus het is echt mijn ding als het ook echt zo gaat zijn op mijn wang. Ik hoop dat je ook goed uitblendt. En wat ik ga doen is, ik ga het eerst aanbrengen hier met een spons. En ik heb ook gezien dat mensen het ook gewoon aanbrengen met een kwast. Dus ik ga het hier aanbrengen met een spons slash mijn vinger. En dan hier gewoon met een kwast. Nou, ik heb een beetje gepakt op mijn vinger en ik ga het even gewoon hier erop deppen. En ik blijf het gewoon zo deppen. Dit voelt echt heel plakkerig en heel slijmachtig aan. Super raar. Wauw, het blendt echt gewoon mooi in met mijn huid. Ik ben nooit zo'n fan geweest van liquids. Omdat ik toch vind dat ze nooit zo goed blenden in mijn huid. En je echt zo een streep blijft zien. Maar deze doet dat niet. Ik ga ook een beetje aanbrengen met een spons. Ik heb gewoon een heel klein beetje erop gedaan. En dit heb ik dan gewoon zo erop. Wauw, dit is echt heel mooi. In de verpakking lijkt hij echt super goud. Maar als je hem aanbrengt, wordt het toch meer champagne. Daar ben ik wel blij mee. Wat ik ook kan doen, is mijn blushkwast weer pakken waar nog een beetje blush op zit. Ik doe er verder niks meer op. En dan breng ik weer een beetje blush aan om het samen mooi in te blenden met de highlighter. Ik vind het echt prachtig. Ook als basis dat je hier nog een poeder highlighter op doet. Ik ga mijn highlighterkwast pakken. Dit is de Morphe R36. Even een beetje schoonmaken hierin. En dan breng ik het gewoon aan als hoe ik normaal zou doen. Nee, met een kwast kun je echt zo van die vegen zien.
Nee, dit is niet mooi. Wacht, misschien ligt het aan de kwast. Ik ga hem iets plattere gebruiken. Dit is de Beauty Shop Highlighter Brush 3100. Dit is iets platter. Misschien dat dat wat beter werkt. Nee, met de kwast blend je niet mooi uit. En je moet ook best wel hard drukken, waardoor je de make-up eronder een beetje soort van eraf haalt. Ik ga het hier ook gewoon aanbrengen met mijn vinger. Gewoon om het nog iets heftiger te maken, ga ik de Nabla Highlighter in de kleur Wave er overheen aanbrengen met gewoon mijn kwast. Want als basis is hij ook mooi. Oh my god. Ik moet wel zeggen, deze van Nabla is al heel heftig. Maar met die gel als basis... Oké, nou is het misschien een beetje too much. Oké. Oh, zien jullie dit? Oh my god. Nou, dan heb ik als laatste nog deze prachtige lipgloss. Hij ziet er zo mooi uit. Deze is dus van de Rose Gold collectie. En deze heet Revolution Jewel Collection Lip Topper in de kleur Luxurious. Dit wordt dus beschreven als een lip topper, dus over iets heen. Ik ga het eerst even aanbrengen met niks eronder en dan met iets eronder. Ik heb nou een soort van balmpje onder die ik er even af ga halen. En dit is dus echt zo'n gouden roze gold kleur. Oh my god, kijk even hoe mooi dit is. Zo mooi, zo heftig. Dit is wel echt heel heftig. Nou, dit is dus met niks eronder. Met niks eronder vind ik hem niet zo mooi. Vandaar dat het ook echt een lip topper is. Deze is by the way 5 euro. Ik ga er even iets onder doen. Ik ga er een matte liquid lipstick op doen van NYX. Dit is de NYX Liquid Suede in de kleur Sandstorm. Dit is een matte liquid lipstick en het is gewoon in een nude kleur. Oké, nou is hij helemaal mat opgedroogd. Dan ga ik deze er overheen aanbrengen. Omdat het zo heftig is, ga ik niet te veel aanbrengen. Ja, nou is het dus wat minder heftig. Echt, als je er niks onder doet, is het niet mooi. Dit is dus met één laagje. Nou, ja, je ziet nou wel een soort van gouden gloed. Maar het lijkt gewoon op een normale lipgloss. Ik ga nog een laagje aanbrengen om te kijken hoe heftig je het kunt maken. En of je dan echt iets meer goud wordt, zoals je hier ziet. Wauw, ik vind het echt heel mooi. Ik hou sowieso van glitterglossjes. Ik vind dat echt geweldig. En dan met zo'n gouden kleur er doorheen en zo'n mooie glitterglans. Ik vind dit soort dingen echt wauwie. Wat iets minder is, is dat hij een beetje dik aanvoelt. Maar voor de rest, dit is echt mijn ding. Nou, dit is dan de hele look van iets meer close-up. De highlighter is super heftig. De ogen vind ik ook heel mooi. Lippen ook mooi. Ja, ik ben heel blij met hoe deze look is geworden. Een beetje fixing spray en dan ben ik klaar. Nou, wat vind ik van de hele collectie? In principe prima. Het oogschaduwpaletje vond ik alleen ietsje minder. De kleuren zijn echt prachtig. Ik vind deze look uiteindelijk ook echt heel mooi geworden. De kleuren zijn niet de beste kwaliteit. Het is wel mooi gepigmenteerd, deze bovenste rij dan in ieder geval. Het is allemaal niet heel geweldig, maar de prijs is heel laag. En als je van dit soort kleuren houdt, is het gewoon een prima paletje. Deze highlighter. Ik had eerlijk gezegd niet echt verwacht dat ik hem fijn ging vinden. Omdat ik ook niet echt hou van liquid highlighters. Ik dacht bij mijn eigen, ja, dan ga ik een jelly vast ook niet heel fijn vinden. Maar ik ben echt heel erg verrast met deze. Ik vind hem super mooi. Deze gloss, idem dito. Al had ik het van deze al wel een beetje verwacht. Dus deze twee echt wauwie. Zeker voor de feestdagen. Lekker glanzend. Het mag allemaal wel wat heftiger dan. Tenminste, dat vind ik. Dus ik raad het zeker aan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Ik zal hier alvast twee video's neerzetten die je meteen kunt gaan kijken. Nu meteen. En je kunt hier op mijn hoofd klikken om te abonneren. Ik maak het allemaal zo makkelijk voor jullie. Niet normaal. Nou, dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Doeg!